En dan krijgen we nu proef 25, klasse L1. En deze is ook van 17 april door Tessa Ottenhoff op Miss Blondie. En de jury is T. Blom. We gaan zo beginnen met AXC binnenkomen in arbeidsdraf, C linkerhand. 6,5 scherper wenden bij A en C. Buiging in de wending. Daarna slangenvolte met 3 bogen, dat wordt een 7. En dan staat er wel gelijkmatige verdeling over de rijbaan onderstreept. Dus of dat dan gelijkmatig was of dat dat gelijkmatiger zou moeten, dat durf ik dan niet te zeggen. Maar misschien weten jullie dat, wat daar, als je het onderstreept is, of het dan fout of juist goed is. Daarna krijgen we B afwenden, E linkerhand, een 7. En daar staat been stiller. B afwenden, E linkerhand. Dan gaan we even naar Tess haar benen kijken. Daarna A afwenden, enkele paardlengtes minimaal 5 meter wijken voor het linkerbeen, een 4. Alleen voor denk ik dat er staat, maar dat weet ik niet zeker of dat er staat. Kan, staat AH voor? Ik weet niet wat AH voor is, of alleen voor. Ik weet het niet, sorry. Daarna krijgen we E afwenden. XAX grote volte rechts. Na enkele draf pas het paars hals laten strekken. Een 3 met correcte verbinding de hals verlengen tot boeg CQ kniehoogte. En dan staat er plus neus eruit. Nou, we weten dat Tess nog even moet werken aan het hals strekken. XB rechtuit. Een 6 tussen XBF teugels op maat. Een 6 nek hoogste punt staat er. Daarna krijgen we A afwenden en weer wijken. Daarvoor krijgt ze een 6. Te vroeg gewend zie 7. Dus weer het verhaal van nek hoogste punt. Oké, MXK van hand veranderen. Enkele passen de draf verruimen. Een 8 lijn netter rijden. Dan gaan we naar MXK. En dan moet de lijn netter gereden worden. Drafruim is dus wel goed, alleen de lijn is niet netjes genoeg. AF arbeidsklop links, 7,5. En dan BEB grote volte op de volte tussen E en B enkele sprongen verruimen. 5 versnelt te veel. Dus hier is de galop. En dan krijgen we nu het verruimen. Dus M en C overgang arbeidsdraf, een 6, beter voorbereiden. HXH gebroken lijn, een 4, te klein en slingerend. Ik sta op de A. Ja, die is duidelijk te klein. Slingeren, dat zie ik niet zo, maar wellicht. Tussen A en F overgang arbeidsstap, daar krijgt ze een 7 voor, maar moet ze wel stiller zitten. Oké. Zie ik dan niet, maar ik ben geen jury. FE van hand veranderen, enkele passende stap verruimen. Een 4, jammer, dribbelen. Zo net een verruiming. En hier dribbelt ze aan, dus dat is zeker jammer. Tussen E en H arbeidsdraf, een 5 gaat voor de hulp. Dan krijgen we MXF gebroken lijn, een 6. En dan staat daar plateau beter. Vloeiende verandering van richting. Maar ik weet niet wat plateau beter betekent. Wellicht weten jullie het en dan hoor ik dat natuurlijk graag in de reacties hieronder. Ik weet ook niet zeker of er plateau staat hoor. Tussen A en K arbeidsgelop rechts, 7,5. En dan EBE grote volte. Tussen B en E enkele sprongen verruimen, een 5. En zou versnellen. Tenminste, er staat versneld. Dan tussen H en C overgang arbeidsdraf, een 5 valt in draf. Dan krijgen we BX halve volte halve baan, daarna arbeidsstap, een 5, te groot. En dan tussen X en G halt houden en groeten, een 6, eerst stilstaan, dan groeten. En dan krijgen we gangen, een 7, impuls een 6,5, rechtrichten, ontspanning en aanleuning gaan de paard 6,5.
De aanleuning met nek als hoogste punt. Tweede deelproef is nek te laag. Harmonie 6,5. Het gevoel van de ruiter en de wijze waarop het paard wordt ingewerkt. Beter afstemmen en proef afwerken. En dan als laatste de houding en zit van de ruiter en Amazone 6,5. In het middelpunt van het zadel correcte positie van het bovenlichaam. Benen nog stiller houden. In de overgangen geldt dit. Prachtige combinatie. Probeer de proef met meer perfectie en techniek scala te rijden. Jullie gaan een mooie toekomst tegemoet. Succes. En het totale aantal punten 173,5.